Welkom dames en heren bij weer een nieuwe Ultimate Team video. Het wisselt om de dag af en vandaag ben ik weer bezig met het vernietigen van mensen op Ultimate Team die veel minder talent hebben en duidelijk geen verstand hebben van wat ze doen. Deze gozer heet de Irish X Rapids. Dat is weer zo'n typische skiller naam of trickshots naam zoals ze op kot zijn. Zijn team heet de Savils Boys FC en als je een beetje Engelse geschiedenis kent dan weet je dat Jimmy Savile was niet de aardigste man ooit. Maar hij wilde dat ik zijn party join. Ik had het gevoel dat het vrijwel een eikel was. Dus ik zocht gewoon opnieuw naar een match en ik kwam tegen deze gozer. Kennelijk een Shrewsbury fan, voor jullie die niet weten. Shrewsbury speelt volgens mij in de Division 2, wat de vierde divisie is in Engeland. Maar ja, je ziet hier, hij had een degelijk team, maar zoveel verkeerde formaties. Hij had makkelijk 100 chemistry daar kunnen halen. Maar goed, we beginnen in de eerste pot. Het was wel degelijk een eerste pot, een goede pot, maar wel het standaard verhaal hier zo inworp. Johnson krijgt de bal, ruimte op rechts, voorzet, koppel, goal. Het is een leuk verhaaltje, maar die jongens op rechts en links bij mij, Jarvis en Johnson, kunnen zo goed voorzetten. Zelfs met een zwakke voet. Nou ja, dan maakt dat bij Jarvis niet uit, met 5 ster zwakke voet. Maar ja, je ziet hier gewoon hoe heerlijk makkelijk een doelpunt maken met dit team kan zijn. Mensen vragen, is het een chill team? Ja, onwijs. Vooral Scholes en passing is ongelooflijk. Maar goed, typische FIFA, want vanaf de aftrap van de vaart geeft de bal een Huntelaar 1-op-1 met mijn keeper. En dat weet hij dan wel af te maken. 1-1 na 19 minuten. En dan denk je, yes, eindelijk, verandering, spannend potje. Nou nee, deze gozer had eigenlijk totaal geen skill. Een enkele uitbraak hier en daar, maar daar bleef het bij. Hij kwam de hele tijd ook uit met zijn keeper. En ja, dan vraag je er daar gewoon om, zeker tegen Aruna Kone. Die hier gewoon vanaf pakweg 25 meter met links de volley, de bal erin rolt. Het was niet leuk, want het is gewoon, als je weet dat je een redelijk goed team hebt. Oké, wat foute formaties, maar enfin, dat moet kunnen. Dan doe dan in ieder geval je best, hier ook. Hoppa, om de verdediger heen. Uitkomen met de keeper, balrolletje eromheen. Ik vond het persoonlijk een heel lekker doelpunt van de balrol. Als je die uitvoert in de wedstrijd en het lukt, ziet het er zo eenvoudig simpel uit. En dat maakt het zo mooi. Maar goed, daar is het al 3-1. Dat gaat vrij hard dan. Daarna gaat het ook nog lekker door gewoon, want hier zo Johnson krijgt de bal bij Arteta. Adler kan die bal totaal niet goed pareren. En zo stuit hij die bal alsnog in de doel. Arteta scoort met een kopbal, dat ga je niet vaak horen. Maar het gebeurt wel. 4-1 is het dan al. En dan gaat het hard, behalve hier, want hier doet hij echt iets heel goeds. Inderdaad, naar mijn mening, prima gedaan. Hier Huntelaar over de top, terug naar Helmes. Helmes legt heel slim af op Shaqiri. En zo maakt hij er dan 4-2 van. En dit soort momenten maakte me dan boos. Want hij kon het wel. Hij kon het heel goed als hij het wilde. Maar hij deed het gewoon niet. En dan straf ik hem af, want hier zo Hernandez naar Kone. Terug naar Hernandez, terug naar Kone. En hoppa, weer zo'n lullig balletje. Hij rolt er de hele tijd in, maar ja, dan vraag je er ook gewoon om. Dat komt puur door chemistry. Als hij 100 chemistry had gehad, was er waarschijnlijk geen probleem geweest bij die bal. Maar goed, het overkomt hem wel. Het is zijn probleem, niet het mijne, want het staat nu gewoon 5-2. Dat is vrijwel een match over. 3 doelpunten verschil kom je meestal niet meer van terug. En dan was er nog natuurlijk het slotakkoord. Hernandez geeft de bal op Kone, die is diep. Kone gaat met overstapjes om de keeper heen. Dan is hij op een leeg doel, maar dan geef ik hem af. En met de heel... Paul Scholes maakt het slotakkoordje compleet. 6-2, 82ste minuut. En ja, ik vond het gewoon, ik moest het gewoon doen. Ik wist dat het kon. Ik dacht bijna dat ik mis zou gaan, maar gelukkig scoorde Scholes met zijn hak via de paal. Ik vind het zo heerlijk van die arrogante schoot hier zo. Hop, hoe. Een beetje dat de Ronaldinho no-look pass, voor de mensen die dat nog kunnen weten. Maar we winnen 6-2. Ik heb nog steeds die coin bonus aanstaan. En dat betekent dat we nu 6 punten hebben. Of is het alweer 9? Nee, het is 6. Wat betekent dat we vrijwel op route zijn voor promotie. En deze game bepaalt, als we deze winnen, dan degraderen we sowieso niet. Wat natuurlijk altijd wel fijn is. Maar goed, jullie zien daar eerst weer niks. Zoals het standaard verhaal. Maar het is beter dan zo'n gozer die zichzelf Irish X Rapids noemt. Maar je ziet hier Classical 11. Ik verwacht echt iets heel goeds. Hij had goede kits, goede badge. En dan zie je dit. Compleet foute formaties. Compleet verkeerde posities. Makkelijk 100 chemistry kan je er halen, maar dat doet hij niet. Hij probeerde het nog wel leuk, maar het was het typische verhaal. Hernandez geeft de bal op Jarvis. 1-op-1 met de keeper. Geplaatst schot in de rechterhoek. En na 5 minuten staat gewoon alweer het oude verhaaltje op het scorebord. En daarna gingen we vrolijk door. Johnson hier zo geeft de bal aan Hernandez. Hernandez op Kone. Kone heeft ruimte. Gaat 1-op-1. Geeft de bal af aan Hernandez. En die maakt er 2-0 van. Vrij simpel natuurlijk, maar ik kan er zo niet tegen. Ik hoop echt dat het erger wordt, want tot nu toe loop ik er doorheen. Maar goed, het is daar 2-0. Jullie zien het. Hij paast de bal een beetje rond, weet je, as you do. En dan pauzeert hij hem. En dan weet je dat er nog maar één ding gaat komen. Hij rage quit.
Nog niet eens 20 minuten gespeeld, geloof ik hier. Nog niet eens een kwartier. Maar ik krijg wel de overwinning en dat doet me dan goed. Maar goed, dit is wel het einde van de aflevering. Als deze video 25 likes had, doe ik vanavond ook nog een career mode. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten. Check ook vooral Paradoxia HD. Hij heeft de laatste tijd ongelooflijk veel voor mij gedaan. Onwijs gegroeid door hem de afgelopen week. Als jullie hem nog niet kennen, check zijn link. Die zal in de beschrijving staan. Bedankt voor het kijken. Geef dus een like. Abonneer als je dat niet gedaan. Dan zie ik je hopelijk vanavond. Peace.